Dames en heren, ik open de vergadering. Ik heet u allen van harte welkom. Het zij hier aan tafel, het zij op de tribune, het zij thuis via allerlei kabels. Brief van verhindering van de heren Gelling en Bak. En de heren Wiet en Stelpstra en van Jonsma, die komen mogelijk wat later. Want het verkeer helpt niet erg mee. Die staan nog ergens in de file. Dus de heer Wiet die zie ik inmiddels binnenkomen. Dus wat dat betreft, die vanaf deze kant ook een hartelijk welkom. We hebben een korte maar hevige vergadering. Dat wil zeggen de hamerstukken en mogelijk nog een motie, vreemd aan de orde van de dag. Actuele vragenronden zijn geen vragen ingediend. Vaststelling van de agenda. Kijk in de richting van de CDA-fractie, de heer Van den Berg. Eerst een vraag. Ja, voorzitter. Ik zou graag een motie willen agenderen. Motie vreemd en mevrouw de Krim. Zullen we dat doen aansluitend aan punt 8? Oh, sorry. De griffie corrigeert mij. Het moet voor de hamerstukken, dus dan doen we dat na punt 5. Spreekrecht bij agendapunten. Niemand heeft zich aangemeld. Dan komen we bij het vaststellen van de besluitlijst van de vorige vergadering, 28 januari. Die is akkoord. Ben ik er dingen in aanleiding van. Dan vervolgens de aangekondigde motie. Heer Van den Berg, ik geef u het woord. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, namens alle fracties van deze raad wil ik graag een motie indienen, motie vreemd, aangaande MFA de Krim. De afgelopen weken heeft de projectgroep MFA de Krim alle fracties van deze raad bezocht. Hierin werd maar weer duidelijk dat de Krim al jarenlang bezig is om de MFA te realiseren. Ondanks dat de Krim een hoge zelfredzaamheid laat zien, de Krimse kracht, en de gemeente Hardenberg al een toezegging heeft gedaan van 1,2 miljoen, is helaas gebleken dat de bijdrage niet voldoende is, onder andere door hogere bouwkosten, veranderende bouw- en veiligheidseisen. Voorzitter, het niet verstrekken van een extra financiële bijdrage is geen optie, omdat dit fataal zou zijn voor het draagvlak en daarmee de realisatie van het MFA de Krim. Het risico dat vrijwilligers en participanten zich gaan terugtrekken is dan ook zeer groot. Voorzitter, daarom heeft de CDA een motie vreemd voorbereid die door alle fracties zal worden mede ingediend en waarvan, als u mij toestaat, ik het dikst zal voorlezen. Draagt het college op om voor het MFA de Krim financiële ruimte te zoeken en hierbij ook de provincie te betrekken. En twee, de resultaten van deze inspanning zo mogelijk voor 1 maart 2020 terug te koppelen aan deze raad. En ga over tot de orde van de dag. Dank u wel. Omdat het een raadsbrede motie is, lijkt mijn debat tussen u onderling niet van op zijn plaats. En de rest, denk ik, de vraag of het college hierop zou willen reageren. Ik kijk even richting het college wie dat zou kunnen doen vanuit uw kant. De heer Breukeman die maakt zich op. Ja, dat kan heel kort, denk ik, voorzitter. Want als de raad zich zo verenigt, dan is er geen college dat zich daartegen durft te verzetten. Dat begrijpt u wel. Dus kunnen wij niet anders dan zeggen dat we deze motie van harte ondersteunen. Ik hecht er wel aan om daarbij nog te zeggen. Hè, u roept op om op zoek te gaan naar de financiële ruimte. Om ook met de provincie in gesprek te treden. Daar zijn we ook sinds vorige week mee begonnen. Maar het is natuurlijk wel zo, hè, dat op het moment dat we ook de doorstap willen maken naar het eventueel beschikbaar stellen van middelen, zullen we nog wel langs uw raad terug moeten komen omdat u het budgetrecht heeft. Dus met die opmerking gedaan te hebben, voorzitter, denk ik dat de motie in stemming kan worden gebracht. Dat lijkt mij een waardevolle suggestie. En omdat die raadsbreed ondersteund is, wil ik hem ook bij acclimatie doen. Wie is daarvoor? Dat is met algemene stemmen, dan is die hiermee aanvaard. Dan de hamerstukken. De eerste is de vijfde wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsseland. Ik kijk of daar nog stemverklaring op nodig is. Of dat u zegt dat kan ook met acclimatie gebeuren. Ja, ik zie allemaal knikken. Dus deze ook aanvaard. Het personeelshandboek gemeente Hardenberg 2020.
Kijk of daar een stemverklaring nodig is. Ik zie ook niemand daar zijn vinger op steken. Dan stel ik voor ook deze bij acclamatie aan te nemen. Ik zie u allemaal instemmend knikken. Daarmee is deze ook aanvaard. Lijst van ingekomen stukken, daar geldt hetzelfde voor, denk ik. Daar, deze is akkoord. Rest mij de rondvraag en ik ga even rond richting meneer Boshoven, begin bij u. Nee, ga ik deze kant op, CDA-fractie, ChristenUnie. Nee, dan sluit ik hierbij de vergadering. Ik denk dat het historisch is in 10 minuten met één aangenomen motie, of niet? Ja.